Nou, goedemorgen. Het is inmiddels al 8:45, dus wij zijn in afwachting van de lopers. En nou, ik weet niet, ook niet van welke kant ze komen. Het lijkt wel een beetje Sinterklaas zo, hè. Maar ik kijk even rond. Maar als het goed is, arriveren ze elk moment. En als je het hardlopen bent, kan je het niet precies timen, zeg maar, dat je ook om 8:45 hier bent. Dus ik ga de burgemeester alvast heel kort het woord geven voordat de lopers komen. Kan ze zich misschien voorstellen. Nou ja, dankjewel. Dag kinderen, wat fijn dat ik hier mag zijn. En ik weet niet, maar ik ben pas heel kort burgemeester hier. En dit is de eerste school. Kijk eens, daar komen de lopers al aan. Dus wij moeten even gaan applaudisseren. Meester van land van Kuik. En ik was net aan de kinderen aan het vertellen dat ik dat nog niet zo heel erg lang ben. En dat het dus de eerste school is die ik vandaag in land van Kuik bezoek. Dus, jullie zijn de eerste. Maar daar had ik ook een hele goede aanleiding voor. Omdat jullie hier vandaag op een hele sportieve manier komen om aandacht te vragen voor vrede. En vooral vrede in de hele wereld. Want jullie zijn op een hele bijzondere school, mag ik wel zeggen. Kijk maar eens hier staan heel veel kinderen. En inderdaad, heel veel nationaliteiten. En dat is ook wat de World Peace Run volgens mij doet. Heel veel nationaliteiten verbinden. En deze kinderen zijn misschien een klein beetje zenuwachtig, maar daar ben ik ook. Want voor mij is het ook de eerste keer hier. Want die gaan dadelijk... Ik heb het geleerd net, een elfje voorlezen of een klein gedichtje. Een elfje is een klein gedichtje. Dus dat gaan we dadelijk allemaal zo horen. En om volgens mij ook daarmee te vertellen hoe belangrijk het is dat we aan vrede blijven werken. Want ik denk dat ook voor een aantal van jullie het misschien helemaal niet zo logisch is dat in het land waar je ouders zijn geboren, dat daar vrede was. En wij in Nederland hebben het geluk dat dat wel al heel erg lang is. En dat je hier veilig kan zijn en niet bang hoeft te zijn dat er iets gebeurt met je familie of met je huis. En dat moeten we echt koesteren, daar moeten we aan werken. En daarom ben ik heel dankbaar dat jullie hier met deze run dat nog eens aan ons duidelijk maken. En de kinderen hier vandaag, dat die dat allemaal ook goed in hun hoofd brengen. Dus heel veel dank, alvast dat jullie hier willen zijn. Volgens mij gaan we dadelijk ook nog even wat doen, hè. Marana Kita. Merangkul perbisaan kita dan berdiri bersama dalam damai. Dus we weten nu wat het betekent, hè? Want kun je dat nog een keer in het Nederlands zeggen ook? Laten we onze verschillen ons armen en vrede bij elkaar staan. Top, hartstikke goed gedaan, Romy. Mag je nog even aan de lopers geven? Vrede is fijn, je kunt er maar bij zijn. Vrede zal zomaar over de hele wereld zijn. Geen oorlog meer, dat maakt iedereen blij. Als je dan geen vrede wil, krijg je dan weer spijt. Als er dan overal vrede is, dan kunnen wij gaan feesten. Een helemaal zelfgemaakt gedicht, hè. Fox, kom erbij. Fox heeft een heel mooi gedicht geschreven en die zei van tevoren, ja, ik vind het een beetje moeilijk om hem voor te lezen, maar dat kan hij hartstikke goed. Zei, maar als iemand anders hem voor mij voorleest, dan wil ik ook de credit, zei hij. Maar ik ga het zelf doen, zei hij. Dus er komt ja. Zorg voor vrede, je hebt nog een kans. Want oorlog geeft haat en dadelijk is het te laat. Ja, yeah.
Kijk, goed, Fox. Zie je wel dat het lukte? Je mag hem even afgeven. Ik moet even wat uitleggen. Wij hebben op het startblok, op onze school, als kinderen iets goeds doen, of als ze het gedrag vertonen wat we met z'n allen afspreken, dan krijgen ze complimenten. Maar soms ook een muntje. En dat is een spaarsysteem en dan sparen ze met de klas voor een beloning. En als er mensen langskomen die iets goeds doen, dan willen we die ook belonen. En we hebben die muntjes, die zijn veel kleiner, die hebben we uitvergroot. En deze kinderen, die willen jullie die muntjes aanbieden als beloning voor het goede gedrag. Dus dat hebben we gedaan met drie kinderen die ook uit een ander land komen. Samir, kan jij nog even tegen de lopers vertellen waar jouw papa en mama vandaan komen? Mijn papa komt uit Afghanistan en mijn moeder komt uit Oekraïne. Ik ga de muntje afgeven, hè? Mag jij aan een van de lopers een muntje geven? Düşmanın arkasından koşmayın, ama topun arkasından daha fazla koşun. Vraag mij als allemaal af wat jij gezegd hebt, hè? Ren niet achter de vijand aan, ren meer achter de bal aan. Goed gedaan, Kaira, jongen. Dat mag je ook doen. En we hebben nog een land natuurlijk, hè? Dit is ook wel heel duidelijk, hè? Dit is Nederland. En die gaat jullie ook een muntje geven. Wil jij nog iets zeggen? Nee. Heeft ook een beugel in, wordt wat moeilijker om wat te zeggen. Dankjewel. We zijn ontzettend dankbaar dat we hier mogen zijn bij jullie op school. En jullie weten natuurlijk wie wij zijn. Wij zijn de Peace Run. Dat staat hier op ons spandoek. En wij rennen met deze vredesfakkel die Marco Jansen vast heeft. Jullie directeur. Daar rennen we mee door heel veel verschillende landen. Wie weet er hoeveel landen wij al hebben gerend? Wat denk jij? 199, niet zoveel, maar je zit wel redelijk in de buurt. Iets minder, iets lager. Wat denk jij, die nu staat? Wat denk jij? 100. Het zit er ergens tussenin. We hebben al meer dan 160 landen hebben we bezocht. En het verste land wat we ooit hebben bezocht is Australië. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Ik heb zelf, 10 jaar geleden, heb ik met de vredesfakkel in Australië gelopen. Zo ver weg. En we merken overal waar we komen, zijn mensen die ook vrede willen. Overal in de wereld is het belangrijk dat we werken aan vrede. En ik vind het zo knap van jullie dat jullie hebben nagedacht over wat vrede is. En ik heb al heel veel mooie dingen gehoord in jullie elfjes, in jullie gedichten. He, dat vrede is geen oorlog natuurlijk, maar vrede is ook. Iedereen is gelijk. We werken samen met elkaar. We zijn vrienden van elkaar. We proberen vriendschap te maken. Dat hoort allemaal bij het woord vrede. Dus het is een woord wat heel veel verschillende betekenissen heeft. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. One is what our joy has begun. One is what our joy has begun. Peace run, peace run, peace run, peace run. Peace run, peace run, peace run, peace run. Sisters and brothers, our peace torch flame. Sisters and brothers, our peace torch flame. Shall feed the globe, harmony gay. Shall feed the globe, harmony gay. Peace run, peace run, peace run. Peace run, 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 peace run. Mister. Nee, je moet het niet zeggen. 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 Je moet het niet zegg
Nou, al was hè? Ja, kut zo. Nu rennen wij naar een dorpje dat heet Asten in Noord-Brabant. En dan hebben we daar een ontmoeting op het stadhuis. En dan eindigen we vandaag in een dorpje dat heet Sterksel. Zo, en naar Asten en Sterksel, hoeveel kilometer heb je dan gerend? Dan hebben wij vandaag even rekenen. Ik geloof dat het 70 kilometer is, of 60. 60 of 70. Heel knap. Niet alleen dat rennen, maar ook het brengen van de boodschap overal, hè, in de hele wereld. En ik vind het zo'n mooi initiatief dat toen iemand mij belde van de Peace Run, dat we ze meteen hebben gezegd van dat gaan we doen. Ik wil een heel, heel groot applaus voor al deze renners voor de vrede. We hebben dit schilderij is gemaakt door de oprichter van de Peace Run, door Sri Chinmoy. Hij was ook een schilder. En er staat onder, what does it say? World Harmony. Dat betekent, is een ander woord voor vrede. World, wereld, harmonie. En om jullie te bedanken willen we dit schilderij jullie geven. We hopen dat het een mooi plekje kan krijgen in de school. En als jullie het dan zien, het schilderij, dan kun je terugdenken aan de Peace Run. Dat wij hier waren en aan de boodschap van vrede. En jullie hebben allemaal meegerend voor vrede, dus jullie zijn nu allemaal Peace Runners geworden. En als je een Peace Runner bent, dan moet je ook proberen om zelf in je eigen leven, op je school, met je vriendjes, bij je ouders, om steeds dat idee van vrede, van samenwerken, van ruzies uitpraten, van proberen dingen bij te leggen, dat idee moet je eigenlijk steeds proberen te doen. Denk je dat jullie dat kunnen? Ja. Ik geloof ook zeker dat jullie dat kunnen. Ik ben hartstikke trots op jullie. Wacht, nog een keer, kunnen jullie dat? Ja! Beloven jullie dat? Ja! Oké, hartstikke goed. Dan hebben jullie dit schilderij dubbel en dwars verdiend.